Ja, hij zit helemaal verstopt. Dat is mooi, hè? Hij zit er helemaal mooi. Kan leuk worden, toch? Ja, nee. Oh, nee, Amerika vis. Oh, nee. Nee, die is niet van hem. Ja, die is niet. Hij komt er niet. Ik zag het, ik keek even en toen dacht ik, ja, dat is heel dichtbij. Ja, dat klopt. Ja, toen liefjes. Dan kwam ze even kijken. Ik doe het even over. Ik hoor niet alles. Oh. De afzuiger aan en de muziek op doet. Oh. En ik heb dan een radio op jouw rug dan. Is dat een radio op jouw rug? Dit is een afzuiginstallatie. Afzuiger. Hé, hey, hier zit de muziek in. Oh, nou. Hier komt geluid uit en hier zit de afzuiger op. Oh, ja, voor de zuurstof, toch een beetje het vuil weet dan wel. Ja, voor stof, maar ook voor de uitlaatgassen. Ja. Toch wel? Ja. Als je daar de hele dag in staat. Daar word je niet vrolijk van. Nee. En wij houden die motor zagen op plekken waar het eigenlijk niet moet. Ja. De kop en de radium erin. En, ja, dat staat heel vaak. Dan ben je eind van de dag weer dood op, zeg maar. Ja. En voor de zaag is het ook niet meer gezond natuurlijk. Dus, vooral mijn schuren, maar dat is ideaal. Als ik ze, en deze kwam er net hoor. Ik had een andere, maar deze werkt nog beter. Ja? Ja, dat zijn toch belangrijke dingen, hè? Ja, je hebt gewoon eigenlijk wat je in de bouw ook hebt, zo'n afzuiginstallatie. Dan heb je dan een mobiel op je rug. Ja, precies. En dan ging ik naar de jongens toe en dan zeg ik, ik zal jullie eens wat vertellen. Ik heb inmiddels de telefoonnummers van jullie vrouw. Ik ga nooit bellen en gewoon helm op, niet opzetten. Ik ging ze helm opzetten. Want ik ging gewoon dragen, denk ik, de vrouw ging bellen. Ja, maar denk je als er een stukje beton op beneden komt van een meter of 15? Ja, maar dan helpt die helm ook niet meer, hoor. Nou ja, maar toch beter als niks, hoor. Kameraden van mij zitten in de grote bouw en moeten verplicht mondkapjes op als ze dingen demonteren. Nou ja, alle papieren moet je uiteraard hebben, maar dat gaat echt heel veel. Ja. Thank you.
Zit nou een jonge kat. Ja, het is totaal goed, hè. Ja. Ik heb alleen, ik kijk iedere keer naar die, bij mijn ouders, die stam daarboven. Ja. Ik denk ik... Nou, die kan ik ook wel eens afschuimen aan de achterkant, hè. Ja, oh. Of erin, maar als je die, hoe meer je erin doet, hoe meer water erin blijft staan. Ja, dus ook... Nee, maar ik vroeg me naar een beetje, ik denk, moet er nog iets aan die stam achter die oude boer? Maar, dat moet je ook gaan doen. Ja, maar dat kan wel. Ik kan er nog zoiets uitvrezen. Ik ga zo gewoon in de stem, dat is goed. Oké. Nee, maar je wil... Nee, straks. Straks. Ja, oké. Prima. Hij bent te veel verwend, ga ik niet meer weg. Hè? Nee, hè? Buizen gaat van deze. Nee, op deze zomer die... Deze handtam, hè? Handtam. Ik denk dat jullie ook wat veel meer licht in huis hebben. Ja, zeker. Maar stond hier boven. Ik heb er wel minder schaduw van, natuurlijk. Ja, dat is zelf. Oké, dank je. Doei. Laatst ook een ieper zo, maar daar heb je al 12 soorten in of zo. Alleen een ieper? Ja. Wij zo, een ieper is een ieper. Maar ieper is ook een mooie. Noem ze maar eens. Werkt fijn, denk ik.
Martin, ja. Noemt hem nog eens. Welk? De Abyss Koreanen. Ja, pas op. En uw naam? Mijn naam is Sander Boom. Vrij makkelijk. Ja. Het adres? Oh. In Wenum-Wiesel, bij Apeldoorn. Ja, van de Veluwe. Komen we nog ergens vandaan, hè? Dat is ook mooi, hè, de Veluwe. Ja, 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 nog wel, hè. Nu zijn er nog een paar bomen. Ja. Ben er nog niet thuis geweest? Ik ben blij, hè? Ik ben paard en werkpaard. Anders heb je al gelijk. Als je in die ene alles gezien, juist. Dat gaan we nog niet. Nee. Dat is een beetje het idee. Ja. Ja, dat is mooi, hoor. Leuk, hè? Het is niet de oppervlakte, maar dan kun je tussenin. Ja, maar die aan die kant ook, hoor. Je maakt vaak het leven net op gestaald, ja. Ik vind het erg, erg krap. Het is vaak de rust, hè, die het doet. En, maar Joep doet er een beetje lullig over. Nee, oh, dit was dan Salters. Ja, ik heb het al gezien, maar misschien is het een andere pagina. Dit van de week. Hoezo, dit. Dat hebben wij een maandag. Opening van de expositie over de boerenleven. Ik was in het gemeentehuis vanmorgen. Ik heb al een krantje neergelegd daar. Oh, dat is mijn naam al mee. Ik heb het zo'n naam. Ik zeker ouder dan. Dat vind ik wel hele mooie, als mevrouw toestaat. Ja, ja, nee, maar dat gaat wel goed. En het wij, ja, dat komt natuurlijk. Omdat jullie ook weer niet zo ver bij Apeldoorn vandaan zitten. En het Lo, en daar heb je de koning. En dat is koningsterm, hè? En wij koningin der Nederlanden. Ja, hoge stem, ik zit er rond. Of doet het te maken? Ja, te maken. Wow, ik zit graag in de dieren, als het maar leeft. Ja, dat kan niet zeggen, hè. Ja, ik hoop het. Nee, maar als het maar leeft. Dus geen trekkers en auto's en stapel. Oh ja. Abstract doen we ook niet heel veel. Echte levende dingen. Als het maar kan bewegen. Ja. Want ik vind het erg knap. Wat ik mooi vind is dat... Heeft u nou een schetsje als u hiermee begint? Nee, deze doen we het hoofd. Echt het hoofd. Ja. Is dit een zeearend? Ja, gewoon dus de roofvogel, ja, de arend en dan een paar grotere koppen. Dat is een uil, hè? Of niet? Ja, die had je niet zo goed gekeken. Ja. Maar is dat een speciaal, heeft die kwastjes? Ja, de oer. Ja, hij zit in de wereld op mijn benen. Of zeg ik dan van mezelf de hele wereld over? Ja, ik ben zo mooi geweest. Dit jaar? Ja. Ja, maar nog alles. Oh.